Workshop Stitch en Doe met een vleugje Davenmagie. Deel 3 alweer. Welkom, ik ben Geralda. En in deel 3 gaan we een accolade doen. En de accolade die hebben we als een hele accolade. En we hebben de gebroken accolade. Ik ga de gebroken accolade met u doen. En we gaan de allermooiste ster doen die er is. En dat is de ijskristal. Ik vind het zo'n ontzettend mooie ster. Even opzoeken waar die zit. Ah, hier hebben we hem. Het is een prachtig mooie ster. En hij kan eigenlijk op twee manieren. Ik heb hier bij dit voorbeeldje eigenlijk alleen maar een rocaille in het midden geborduurd. In het voorbeeldje wat ik met u wil gaan doen, heb ik ze op de verzamelgaatjes in de puntjes geborduurd. Het kan alle twee. Nu borduur ik ze nu met 11-0, dus dat is, vult wat meer op. Ik vind het iets minder mooi. Ik heb het liever toch met de 15-0, zoals u hier ziet. En daar zit hij alleen op het midden. Zullen we er maar gewoon aan gaan beginnen? Ik ga struikelen over mijn woorden. We gaan beginnen met de accolade. En dan ga ik eerst met u de gebroken accolade doen. Deze accolade die heeft twee kleintjes nog aan de zijkant zitten. Die schuiven er overheen. De accolade wordt ook weer geborduurd in schema 1-5. Of op mijn manier wordt het dan 5-1. We beginnen bij gaatje 1, dan gaan we door gaatje 3 heen, dan gaan we terug naar gaatje 1, dan gaan we door gaatje 4 heen, dan gaan we door naar gaatje 5 en dan gaan we terug naar gaatje 1. En eigenlijk is dit stukje wat we daarna constant gaan herhalen. Het is een accolade en hij heeft dus twee boogjes, in tegenstelling tot de swirl, die heeft maar één boogje. Dus bij het boogje beginnen we ook al meteen met een rocaille erin. We gaan door gaatje 1 omhoog. Steken er een rocaille op. En we gaan door gaatje 3 naar beneden. En aan de achterkant zetten we de draad weer vast door een knoopje, een schuifknoopje. We maken het begin van een knoopje, daar steken we met onze naald doorheen. We halen de draad een eind aan en we zetten het knoopje vast. En nu schuift hij netjes aan. Dan moesten we weer door gaatje 1 naar boven. Nou, geen probleem. We steken door de rocaille heen. En we gaan door gaatje 4 naar beneden. En nu zit de rocaille mooi vast, want deze twee draadjes die we nu hebben gedaan, die waaieren aan deze kant uit. En daardoor blijft de rocaille vastzitten. Gaan we door gaatje 5 weer omhoog. En draai uw werk gewoon om, hè, want het is zoveel makkelijker als we het goed kunnen zien. En door gaatje 1. En dit schemaatje blijven we steeds houden. Dus 1-5. Of 5-1. Let heel even op dat de draad netjes achter de rocaille langs gaat. Dan gaan we nu in feite naar gaatje 2. En ik leg de draad achter de rocaille langs of voor de rocaille langs. Dat is even testen van wat valt het mooist. In dit geval vind ik hem er achterlangs mooier, want kijk, daar valt hij mooi in het puntje.
En als we 1, 5 aanhouden, en dan is dit dus 2, 6, zitten er eigenlijk altijd 3 gaatjes tussen. Zo kunnen we dus ook tellen. Als we nu naar het volgende gaatje gaan, één, twee, drie ertussen, steken we door deze heen. En we zien nu dat de rokaille heel mooi in dat puntje ligt. Hij ligt daar heel mooi in vast. Nou, op deze wijze borduren we verder. En dan gaan we natuurlijk zometeen krijgen dat we hem moeten afbreken, omdat daar de kleine accolades in zitten. En kijk, hier in de bocht gaat hij mooi uitwaaieren. Dus wordt de accolade net even iets breder. Wat het leuke effect geeft. Steeds zo 1 gaatje omhoog. 1, 2, 3 overslaan. En door de volgende heen steken. Probeer de naald zo recht mogelijk door het gaatje heen te steken. Dan maken we het gaatje niet groter dan nodig. En draai het werk mee met waar u mee bezig bent. Dat werkt wel zo prettig. Want we kunnen ons wel in allerlei bochten wringen. Maar dat schiet niet op. Kijk, nu krijg ik er een knoopje in. Heel voorzichtig aan de draad trekken. Maar niet dat knoopje erin trekken. Want alles wat we vasttrekken is er alleen maar moeilijker uit te krijgen. Dus zien we dat knoopje komen, zien we een kluwertje komen. Omdat de draad een beetje gaat draaien. Haal dat eruit voordat het bij het gaatje is. En denk niet, ik trek het wel even door dat gaatje heen. Want dan zit het vast. En dan zit het ook nog vaak in de weg, want dan zit het vaak ook nog voor een gaatje. Of achter een gaatje in dit geval. Even mijn beginstukje weghalen. En dan zit het steeds in de weg en dat willen we ook niet. Komen we bijna bij de breking aan. Steeds 3 gaatjes overslaan. Makkelijker kunnen we het niet maken. En ik heb mijn gaatjes geprikt met een hele dunne priknaald, 1,5 millimeter. Maar in de setjes van Stitch & Do, daar zijn de kaarten al voor geprikt. Dus daar hoeven we helemaal niks meer aan te doen. Dat is nog makkelijker. Kijk, nu zijn we bij de breking. Nu vind ik dit nooit zo mooi afgewerkt, dus ik ga dan weer terug. Wat ik hier had staan met mijn 5, 1, 3, 1, 4, 5, 1. Nou, dat doe ik nu ook. 5, 1 heb ik in principe nu gedaan. Dan pak ik even 4, 1. En ik pak ook nog even 3, 1. Dan blijft die mooi vol.
en is die mooi afgewerkt. Dan slaan we de kleine accolade over. Dan gaan we naar het volgende begingaatje van de grote accolade. En dan doen we weer hetzelfde. 1, 3. Eén, vier en vijf, één. En dan kunnen we weer verder, want we zitten weer keurig op schema. Vijf, één is het schema. En ik wil altijd aan de buitenkant uitkomen van mijn draden. En dan slaan we iedere keer weer drie gaatjes over. Zo kunnen we ook tellen. Soms net even iets makkelijker. En dan kijken we zo even schuin erin. 1, 2, 3. Hup, en door de vier heen. Dan hoeven we niet telkens te tellen. En opletten dat we niet door die draad heen steken. En dan komen we weer bij een breking. Wat doe je hem helemaal tot de kleine accolade. 1, 2, 3. En dat is nu. En dan gaan we weer terug. 4, 1. 1, 2, 3 in 4. En 1. En dan 3. En 1. En dan wil ik weer aan de buitenkant. Dus ik moet hem even begeleiden. Zo. En dan blijft hij in die punten, blijft hij waar je hem afbreekt, blijft hij ook heel mooi vol. En dat vind ik zelf wel mooi. Dan gaan we naar de andere kant. Dan gaan we weer 1, 3. Dus 1, 2, 3. Terug naar 1. 1, 2, 3, 4. Dan gaatje nummer 5. En weer terug naar 1. En dan zitten we weer op ons schema. Dan gaan we naar het volgende gaatje. En dan is dat eigenlijk weer gaatje 1, 2, 3, 4, 5. Maar ja, er zitten dus drie gaatjes tussen. Dus dan kunnen we ook gewoon tellen. Drie gaatjes overslaan. Telt net even iets sneller, iets makkelijker. En dan gaan we door tot we weer in de punt zijn, want daar gaan we weer een rokaille erbij inzetten. We werken eerst de accolade helemaal volgens het schemaatje af.
op een gegeven moment hoeft u dus gewoon niet meer te tellen, want u kunt gewoon perfect zien. 3 gaatjes over en door de volgende heen. Komen we weer bijna in het puntje van deze accolade. En dan gaan we daar weer de rokaille bij op zetten. We rijden eerst helemaal via ons schema tot in het puntje. En daar zijn we dan nu aanbeland. Dan steken we terug naar gaatje 4. Gaatje 1, 2, 3 en gaatje 4. We nemen de rokaille erbij op. We steken naar gaatje 1. Dan steken we achterlangs naar gaatje 3. Door de rokaille heen, door het eerste gaatje. En that's it. Dan zit die er heel mooi op en de rokailles liggen prachtig mooi vast. Wilt u nu rokailles hier in het midden ertussen borduren? Dat kan. Die kunt u gewoon tussen 2 gaatjes inzetten. Dan krijgt u hier ook een iets wat dikkere lijn. Doe dat niet te veel, want ik blijf erbij, less is more. En alles wat we te veel doen, dat zorgt alleen maar dat de kaart heel zwaar wordt. En vergeet niet, het zijn accentjes. En laat het dat ook vooral blijven. Nou, de normale accolade werkt natuurlijk precies hetzelfde, maar dan zonder de onderbreking. En bij deze zit hij natuurlijk in 2 puntjes. Dat hebben we nu gedaan. Gaan we nu door naar die prachtig mooie ster. Ja, ik vind het een ontzettend mooie ster. Ga ik hem in blauw doen? Ja, ik ga hem in blauw doen. Even een draadje nemen. En voor de hele ster heb ik een lange draad nodig. Dat gaan we niet doen. Ik ga even alleen maar een stukje ervan doen. Dus daar heb ik niet zo lange draad nodig. Nu is dit weer een lichte draad. Die ga ik heel slecht zien tussen mijn vingers bij het inogen in de naald. Dus ik pak weer een kladpapiertje. Een zwarte stift. En dan maak ik mijn puntje zwart. In feite zou je dat eventjes moeten laten drogen. Maar ja, daar heb ik natuurlijk nooit geduld voor. Ja, soms ben ook ik ongeduldig. Tussen duim en wijsvinger zachtjes knijpen. Oogje eroverheen. En dan het oogje van de naald voorzichtig naar beneden bewegen tussen je vingers door. En dan zit erin. En echt, dit is geen trucage. Ik krijg dat zo vaak van mensen. Ja, maar dat is trucage. Nou, dan zou ik in al mijn filmpjes trucage gebruiken. Doe ik niet. Ik doe het echt op deze manier. De ster, het midden. Nou, dat is gewoon constant naar het verzamelgaatje steken. Dat is niet zo spannend. Ik ga u wel even laten zien hoe u ook daar de rokaille op kunt zetten.
knoopje vastzetten. Zo. En u ziet, ik heb deze gaatjes en deze wat groter geprikt. Dat zijn de verzamelgaatjes, dus die hebben ook meer ruimte nodig, want die worden compleet opgevuld met draad. En ja, hoe meer draad erin komt, hoe voller het gaatje wordt. En ook voor deze ster geldt. Hij is prachtig en hij is ook erg mooi. Het is eigenlijk een ijskristal. Ook erg mooi om met metallic of glittergaren te doen. Alleen dat is garen wat niet fijn borduurt. Ik denk dat we het misschien wel kennen. Het gaat wat gauwer stropen. Het gaat wat sneller breken, kringelen, opstoppen. Nou, wat er ook maar probleem ervaren kan worden. Prik dan ook de gaatjes ietsjes groter wanneer we dat doen. Dus prik ze wat mij betreft wel met een dunne prikpen en daarna met een wat dikkere prikpen of met een wat dikkere naald, zodat ze wat groter worden. Dan gaan we wat minder last van dat stropen krijgen. Minder last van breken. Werkt uiteindelijk veel prettiger. En dat is ook hetgeen wat we willen. Als we hier op het midden een rokaille willen borduren, doen we dat als volgt. Ik ben nu door het verzamelgaatje naar beneden gegaan. Kan ik niet meteen weer naar boven steken. Dus ik steek onder een paar draadjes door aan de achterzijde. Daarna door mijn verzamelgaatje weer naar de voorzijde. Dan zit mijn draad vast. Ik steek er één rokaille op. En dan. Nou, ik wil hem er rechtop hebben. Dan steek ik onder deze drie draadjes door aan deze zijde. Dat halen we rustig aan. Dan steek ik weer door mijn rokaille heen, zodat die draadjes, of dat je draad waar je mee werkt, om die draden heen lust. Kijk, en dan trekken we hem aan. Dan valt hij al mooi op dat gaatje. Aan de andere zijde steek ik ook onder diezelfde drie draadjes door. En ook dat halen we rustig aan. En dan steek ik vanaf deze zijde door mijn rokaille heen. Voilà, hij zit mooi rechterop. En dan ga ik weer door mijn verzamelgaatje. En daar zit nu natuurlijk die rokaille op, dus het is even zoeken naar beneden. Kijk, en de rokaille zit er mooi rechtop. De gaatjes netjes aan de zijkant. Dus dat kan ook. De puntjes. Nou, we gaan door één gaatje, een verzamelgaatje, omhoog. Dan steken we door een van de kortst nabije gaatjes. Aan de achterkant gaan we naar de andere zijde van het puntje. Kijk, en dan trekken we er een leuke knoop in. En weer door het verzamelgaatje, want dit is eigenlijk een soort weer van waaiertje. Dan gaan we weer symmetrisch links, rechts, links, rechts, links, rechts. Rechts, links, rechts, links, wat u wilt. Ik doe weer mijn nagel er tegenaan, zodat hij mooi voor dat draadje langs valt.
Misschien een beetje pietluttig. Maar ik vind het dan mooier vallen. En ik vind deze ster zo mooi. Het is eigenlijk echt een ijskristal. Dus laten we hem dan ook mooi borduren en zorgen dat hij er spik en span uitziet. En de middelste. Kijk, dan schuif ik mijn naald er zo netjes tussendoor, door het midden. En dan komt mijn draadje ook mooi in het midden te zitten. Een rokai hierop komt natuurlijk weer op dat verzamelgaatje. Eigenlijk precies hetzelfde als wat we net hebben gedaan. We steken onder een paar draadjes door. Door het verzamelgaatje weer naar voren. Steken de rokaille op. De onderste twee draadjes aan beide zijden slaan we over. En onder die andere draadjes steken we door. Dan steken we door de rokaille. En die halen we netjes aan. En door het verzamelgaatje weer naar beneden. En u ziet, het verzamelgaatje is aardig opgevuld. Dus dan gaat het niet altijd heel erg makkelijk. Opletten waar die draad heen gaat. Want we willen hem netjes recht hebben liggen. En de rokaille ligt er netjes recht op. Gaan we hem nog één keertje doen. Verzamelgaatje. Pak even deze kant nu. Oh. Zo. Aan de achterzijde naar de andere zijde. En toen trok ik de draad uit de naald. Dat gebeurt ook. Tussen duim en wijsvinger. Even goed kijken waar mijn oogje zit. Ja, trek hem tot twee keer toe eruit, tuurlijk. Dan ziet u dat het bij mij dus ook niet altijd in één keer lukt, hè. Met geduld. We komen er wel. Zijde 1. En dan gaan we weer. Van zijde naar zijde. Even zo begeleiden met het vingertje, met het nageltje. En de laatste. En
voordat ik hem er nu weer uittrek, zal ik hem eerst doorhalen. En dan steek ik midden door, door mijn gaatje. En dan ligt hij heel mooi symmetrisch. Aan de onderzijde onder een paar draadjes doorsteken. Weer door het verzamelgaatje omhoog. De rokaille wordt erop gezet. De eerste twee en de laatste twee draadjes overslaan. Door de middelste drie steken we onderdoor. En dan halen we hem aan. Steken door de rokaille heen. En door het verzamelgaatje weer naar beneden. En dan altijd even goed blijven kijken waar die draad heen gaat. Dat hij niet om die rokaille heen slaat. Want ja, dan valt hij er weer niet mooi op. En dan ligt hij er weer prachtig mooi op. Workshop Stitch & Do met een vleugje davenmagie. En dit was deel 3. Ik zie u graag bij de volgende deel 4.